Paragraaf 2.2 gaat over de opstand in de Nederlanden, vanaf de beeldenstorm in 1566 tot de pacificatie van Gent in 1576. In 1555 werd Philips II koning van het Spaans-Habsburgse Rijk. Al spoedig bleek dat Philips een heel ander vorst was dan zijn vader Karel. Philips had altijd in Spanje gewoond, waar geen steden of gewesten die vrijheden verkregen hadden bestonden. Alle macht was daar in handen van de koning. Philips hield geen rekening met wat men in de Nederlanden gewend was en wilde onze gewesten net zo gaan besturen als Spanje. Philips II kreeg hierop te maken met verzet van Nederlandse steden, gewesten, edelen en de zogenaamde regenten, de bestuurders. Waar ging deze confrontatie over? Allereerst de verregaande centralisatie. Hierdoor verloren de regenten een deel van hun macht. De gehele bevolking had last van de oplopende belastingen onder Philips II. En als derde punt was er de godsdienstdwang. Philips II duldde absoluut geen protestanten in zijn gebieden. Margarethe van Parma, zijn halfzus, was landvoogdes van de Nederlanden. In 1566 boden de edelen in Brussel Margarethe een smeekschrift aan. In dit smeekschrift vroegen zij Margarethe op te houden met de godsdienstdwang en rekening te houden met de wensen van de bevolking, zodat zij ook op een gewone manier hun werk konden blijven uitvoeren. Velen van hen hadden grote moeite met de vervolgingen die de Spanjaarden hadden ingezet tegen hun eigen bevolking. De vervolgingen van de Calvinisten gingen gewoon keihard door. Margaretha hield geen rekening met dit smeekschrift. En terwijl ze dit aanboden, zou een van haar medewerkers hebben gezegd: ah, het zijn slechts zwervers, het zijn slechts bedelaars. En daar komt de benaming geuzen vandaan. Songeux betekent in het Frans, het zijn bedelaars. In de noordelijke Nederlanden gingen de protestanten diensten houden in de open lucht. Dit noemen we de hagepreken. In augustus 1566 begon na zo'n hagepreek de beruchte beeldenstorm. Philips II was razend over de beeldenstorm en stuurde zijn leger onder leiding van hertog van Alva naar de Nederlanden. Hier zien we de aankomst van de hertog van Alva. Hij volgde Margaretha op als landvoogd. Onder Alva, de ijzeren hertog, werd de Raad van Beroerte ingesteld en werden nieuwe belastingen geheven. Onder andere de tiende penning. De tiende penning was 10% belasting op alle roerende goederen. Dit legde enorm veel druk op de Nederlandse bevolking. Nu bekijken we het begin van de opstand. Het verzet tegen Alva bleef groeien. Veel Nederlandse protestanten vluchtten naar Duitsland en Engeland. Daar vormden zij gewapende bendes. Zij gingen zichzelf de Geuzen noemen. Zij droegen de belediging aan hun adres met trots. Hier zien we Geuzen aan land gaan bij Den Briel. Dit was het eerste plaatsje in de Nederlanden dat zij wisten te veroveren op de Spanjaarden. Willem van Oranje en zijn broers vormden in Duitsland een paar kleine beroepslegers waarmee ze de Nederlanden in 1568 aanvielen. Op 5 oktober 1568 was Willem van Oranje met 14.000 voetknechten en 7.000 ruiters bij Stockholm de Maas overgestoken. Vervolgens rukte hij op naar Maastricht, waar de Spaanse hertog Alva gelegerd was. Op 9 oktober stonden Willem van Oranje en Alva dan eindelijk tegenover elkaar. Dit was het start van de Nederlandse opstand, ook wel de 80-jarige oorlog. Willem van Oranje wist in 1572 een groot gedeelte van Holland en Zeeland te veroveren. De oorlog tegen Willem van Oranje kostte Philips II bakken met geld. In 1576 kon hij zijn soldaten dan ook niet meer betalen, waardoor er muiterijen uitbraken. Vooral in Vlaanderen en Brabant werd er geplunderd en brand gesticht. Ruim 6000 muitende Spaanse soldaten trekken de stad Antwerpen in 1576 binnen. Sommige van hen hebben al ruim 2,5 jaar niet meer betaald gekregen en ze zijn aan het plunderen geslagen. Bij de Spaanse furie van Antwerpen komen uiteindelijk meer dan 7000 burgers om het leven. Deze prent beeldt de Spaanse furie uit 1576 uit. Op de achtergrond zie je hoe Antwerpen in de fik staat. Holland en Zeeland voerden vredesbesprekingen met de zuidelijke gewesten zonder toestemming van Philips II. Dit wordt de pacificatie van Gent genoemd. Tijdens deze pacificatie, vredesstichting, werden er nieuwe afspraken gemaakt hoe deze gebieden te besturen. Allereerst werden de Spaanse soldaten weggejaagd. Er werden afspraken gemaakt over religie. Er moest zogenaamde gewetensvrijheid komen. Dit betekende dat er geen geloofsvervolgingen meer mochten plaatsvinden. De pacificatie hield echter niet lang stand. Philips stuurde een nieuwe landvoogd, de hertog van Parma, en soldaten naar de Nederlanden.
In de volgende paragraaf wordt de stichting van de Republiek behandeld.